Ik ben er klaar voor. Alright. Ik greep naar mijn bril die ik niet meer op had. Echt heel naar. Welkom terug bij een nieuwe unboxing op het vernieuwde Gamersnet. En daarom zitten we ook weer ergens anders. Normaal deden we dit in de studio beneden, maar omdat de studio nu zeg maar achter mij staat, gaan we voortaan gewoon voor unboxings aan deze tafel zitten. Leek ons wel leuk. Plus, er was een heel debakel, heel discussiepunt over de kleur van de tafel. Als het te donker is, dan kun je de unboxings niet meer zien. Nou ja, goed, daar hebben mensen misschien ook een punt, maar we zitten nu in de nieuwe studio. Welkom. We gaan het hebben over de Corsair K70 Mark II. En dat is wel heel interessant. De K70 is al een bekend model voor heel veel Corsair fans en heel veel toetsenbord aficionado's. Vinden het heel goed mechanisch toetsenbord en Corsair heeft nu dus gezegd van hey, we doen er een Mark II editie van. Dus krijgt nieuwe software erbij en hij is een beetje subtiel aangepast, maar binnenin huist nog gewoon hetzelfde toetsenbord wat je kent van Corsair. We gaan hem unboxen vandaag en we gaan hem natuurlijk binnenkort ook reviewen op gamersnet.nl en natuurlijk in Gamersnet Gear behandelen. Het ligt een beetje aan wie het gaat doen. Misschien gaat hij wel naar iemand anders toe dan een keer de gebruikelijke Peter en Tom show. Maar goed, maakt niet uit. We gaan kijken eerst wat er allemaal in zit. Oh, ik zie dat ik heb geen schade bijgepakt en er waren wel. Ik dacht, hey, er zit een lipje bij. Ze dacht, het zal wel goed zijn. Dat was mijn fout. Oké, dit gaat zo fout. Ik heb het idee dat ik echt mezelf... Oké, even zaken. Ja, oké, plakband is eindelijk weg. Oké, sorry. En without further ado, we gaan verder. We gaan hem uit zijn doos halen en we gaan kijken wat voor een toetsenbord hier zo precies uitkomt. Ik zeg al, het is een mechanisch toetsenbord en dat is natuurlijk met Cherry MX schakelaars. Want Corsair heeft een samenwerking met Cherry MX en dat wil dus ook zeggen dat deze klikjes een hele aparte klik zijn. Dit zijn namelijk de Cherry MX Speed. En dat wil zeggen dat ze ontiegelijk snel reageren. Ik probeer hem hier even uit te forceren. We zien al een hele dikke kabel verschijnen. Dat is wel interessant, want dit heeft natuurlijk weer eentje met USB pass-through. Dus krijg je twee joekels van USB units bij. Snap ik ook wel, want dan kun je daadwerkelijk wat USB pass-through doen. We krijgen een boekje erbij. Gebruikt iemand deze boekjes nog? Doet iemand aan de boekjes? Ik heb zoiets van, pluk het lekker in. En heel misschien als je problemen oploopt, dan is het boekje wel fijn. Maar iedereen zit tegenwoordig op het internet. Kom op. Als je dit koopt, dan heb je internet. Neem ik aan. Hoe dan ook, het toetsenbord kost zo'n €180 richtprijs, maar dan krijg je dus wel de gebruikelijke Corsair premium producten bij, of in ieder geval wat extraatjes, zoals dus ook deze keycap set die helemaal tof vacuüm verpakt is. Dit is natuurlijk met een keycap grepper, een soort van grijpertje en dus verschillende keycap sets die specifiek voor FPS en MOBA zijn. Dus dan kun je je vingers net iets beter erop leggen. Vind ik altijd wel heel mooi dat ze zoiets even extra's erbij doen. Ik heb toch wel weer dit mes nodig. Ga ik gewoon... He's lost it. It's over. Ik ga mezelf echt een keer verwonden hiermee. Ik ga ze bevrijden uit hun vacuümverpakking. Kun je mooi zien wat voor keycaps het zijn. Als ik het goed heb, zijn dit ook double shots. Maar er zit dus een heel subtiel reliefje op. En dat wil dus zeggen dat je gewoon rustig aan je vingers erop kan leggen zonder dat je zoiets hebt van hey, ik heb ze op een gegeven moment op de foute toetsen. Want dat voel je na een tijdje. Muscle memory natuurlijk. Ook mooi dat het grijpertje erbij zit. Dat is soms nog gewoon lastig om daadwerkelijk keycaps eruit te kunnen halen. Ik vind het mooi als die dingen bijgeleverd worden. Dan denk je van ja, is een stukje plastic, Tom, is dat nou zo belangrijk? Nou, voor de prijs van €180 zou ik zeggen, wil je toch ook wel wat extraatjes krijgen. Dus zo, goed. Krijg je het vacuüm verpakt en wel een aantal extra keycaps. En natuurlijk, Corsair doet dit al heel veel langer dan andere partijen dat doen. Maar een mooie polssteun. En dit is dan in tegenstelling tot een eerder model wat we behandeld hebben, de K59 RGB Platinum, is dit niet eentje met dubbelzijde. Dit is gewoon, het voelt een klein beetje rubberig, maar ik heb het idee dat het gewoon nog steeds gewoon kunststof is. Ik heb het idee dat ik daar gelijk heb, maar goed, dat gaan we binnenkort wel ontdekken. Maar goed, het draait hier natuurlijk allemaal om een toetsenbordje, dus laten we die er even uithalen en kijken hoe die uit deze verpakking komt. Ik moet wel zeggen, Corsair steekt vaak heel erg premium in qua prijs, maar qua verpakking iets minder. Ik weet niet of jullie het opviel, maar ik vond de verpakking, weet je, de unboxing is wat karig. Het is niet heel veel zo van, oh, présence. Het ligt niet mooi klaar, je moet het nog uit de verpakking halen of in ieder geval uit wat plastic halen. Vind ik wat apart, maar goed, voor deze prijs, je krijgt wel heel veel toetsenbord terug. Kijken we even aan de achterkant, het is ongekend dik toetsenbord, moet ik ook zeggen. Dit is dus een versie die dus wel een klein beetje aluminium aan die bovenplaat heeft, wat je dus straks wel zou zien. Maar er is ook een kunststof uitvoering. En ja, als je denkt van, dit is wel heel erg zwart, er is er ook eentje in het wit. Er is een special edition, krijg je ook witte keycaps bij en het ziet er weer allemaal net iets anders uit. Maar goed, dit is dus het toetsenbord, hoe die er zo uitkomt. Ik denk, nou ja, goed, het heeft natuurlijk RGB, het zit notabene in de titel. Laten we hem dan even aansluiten om te kijken hoe die het doet met zijn verlichting. Voor het eerst in mijn leven heb ik gewoon een laptop gewoon prept ernaast staan. Hoe vind je die? Bam! Daar staat hij dan zo aan. Mooi, de Corsair K70 Mark II. Wat er dan nieuw aan is, ja, de lichtjes zijn dus nu op een hele andere manier aan te sturen met Corsair IQ, de nieuwe software van Corsair natuurlijk. Dus je kunt wat meer profielen aanstellen, er zijn meer lagen. Het lijkt net iets meer op Razer Synapse. Sorry dat we dat altijd zeggen, dat we het altijd vergelijken met Razer, maar dat vind ik nou eenmaal gewoon de makkelijkste software voor alle lichtjes. Nou goed, daar lijkt het iets meer op. Het speelt ook samen met andere nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld de Case Fans en de kasten die Corsair maakt. Maar in wezen krijg je hier wel een heel erg stevig toetsenbord voor terug. Er zitten wat
dedicated media toetsen op die ik altijd wel prettig vind. En hier mooi, echt dit is een van de beste features van Corsair toetsen worden vaak. Een volume scrollwiel met een mooie mute knop. Wat dat betreft heb je hier in dit hoekje heb je alles voor je media gewoon klaar. Plus er zitten hier nog wat andere extra toetsen zoals de lock om je Windows toets te disablen. Wat nog steeds heel erg handig kan zijn in sommige games. Want sommige games hebben nog steeds moeite met de Windows toets. Het is 2018 mensen, hoe is je programma niet gewoon super makkelijk te alt-tabben? Ja goed, dat is een ander verhaal. En je hebt hier natuurlijk ook nog om de lichten aan te passen. Of in ieder geval wat meer pressure erop te zetten. En natuurlijk verschillende profielen kun je hier wisselen. Oprecht, zoals het nu in de unboxing al uitziet, een best wel compleet toetsenbord. Hoe die uiteindelijk is voor zijn prijs en of het een daadwerkelijke gedegen tegenstander is tegen andere high-end toetsenborden, dat gaan we binnenkort ontdekken in Gamersnet Gear en natuurlijk ook met een geschreven review op Gamersnet.nl. Dat was het voor deze unboxing. Laat ons weten wat jij wil weten van dit toetsenbord en vertel ons vooral hoe we deze nieuwe setup vinden, zodat we voortaan hier gaan zitten. Gewoon heel relaxed aan ons, niet desk, maar gewoon een werktafel. Steigerhouten tafel. Vertel het ons en tot snel bij een nieuwe video van Gamersnet.nl of gewoon op de website. Dat heb ik heel veel leuke content die niet video gerelateerd is. Check het uit. Koffie is heel heet.